De marathon is een zware fysieke en mentale uitdaging. De 75-jarige Huub Verhees geeft tips voor een goede afloop. De beste maaltijdkeuze voor mij is de normale maaltijd die ik altijd doe. Een beleg broodje 's ochtends met een jus d'orange. En als afsluiting een kopje koffie. Het belangrijkste is dat je dus de passende kleding hebt. Zeker ook wat betreft het schoeisel. Ja, zelf gebruik ik 3 paar schoenen in de 2 jaar. Voor mij, op mijn leeftijd, is het schoeisel belangrijk in verband met de demping. Ja, en ter voorkoming van blessures. Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik weinig blessures gelopen heb. Maar om blessures te voorkomen doe ik in ieder geval voor aanvang van het lopen voldoende oefeningen om mijn spieren los te maken. Het belangrijk punt voor mij is dat ik rustig begin en goed in de gaten hou welk tempo dat ik loop en mijn eigen niet forceer. Maar hoe begin je een marathon het best? Gewoon rustig naar de start komen en vooral rustig beginnen in de start. En, zeker niet daar gaan liggen wringen in die druktes en zo, maar gewoon rustig meegaan met het tempo van de groep. En wat drinkt hij tijdens de marathon? Voornamelijk water. Ik heb wel eens geprobeerd om een ander drankje te nemen, maar ik had het idee dat me dat slecht viel en dat ik wat pijn in de, of ja, wat maag. Klachten kregen.